ziet er altijd hetzelfde uit. Kan jij me helpen? Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van Fashion Dilemma's, die vandaag, hoe kan het ook anders, geheel in het teken van Dierendag staat. Jullie hebben mij via Snapchat allerlei fashion dilemma's ingestuurd die te maken heeft met dierenprints, bontjassen, nep bontjassen natuurlijk, leren jasjes. Maar ook kreeg ik fashion dilemma's binnen die echt met dieren te maken hebben. Zoals, ik heb een zwarte hond, wat voor halsband past daar nou bij? Nou, ik vind het helemaal geweldig, want ik hou zelf heel veel van dieren. En mijn kijkers dus blijkbaar ook. Dus daarom denk ik dat de tip die ik ga geven tijdens de fashion break jullie ook heel erg in de smaak zal vallen. Daarin laat ik namelijk zien hoe je er samen met je huisdier fashionable uit kan zien. En natuurlijk heb ik ook de fashion stelling aan jullie voorgelegd. Hoe die precies luidt, dat hoor je straks. Voor nu is het tijd voor het eerste dilemma. Hey Denise, ik heb dit vest gekocht. Er zit allemaal bont in. Het is super zacht en lekker warm. Maar ik weet niet of je hem dicht of open moet doen. Dus heb jij misschien tips voor mij? Hallo Esther, wat een heerlijk vest voor de komende periode, herfst, winter. Dan kan het niet comfortabel genoeg zijn. Ik heb een soortgelijk vest zonder mouwen. Ik kon niet goed zien of jouwe nou wel of geen mouwen had. Maar wat ik zelf het leukste vind, is om het open te dragen. Het geeft een wat stoerder effect, want het wordt al gauw heel massief als je hem dicht draagt. Dus ik zou gaan voor een open look. Ja, dit is mijn kat Binky en zijn haren komen altijd op mijn kleding terecht en vooral zwarte kleding is, dat zie je natuurlijk heel goed. Heb je hier misschien tips voor? Hallo Esmee, wat ziet Binky er schattig uit allereerst, maar ik zie ook gelijk al die witte haren inderdaad. Nou heeft Toetsie een donkerdere vacht, maar ook die zie ik altijd op mijn kleding. En mijn gouden tip blijft, hou altijd een roller bij de hand. Ik koop ze altijd bij IKEA, dan heb je gelijk een voorraadje van 4 rollen erbij. Ik kan echt niet meer zonder. En ik zet hem altijd vlak bij de deur, zodat als ik wegga, ik hem nog even snel kan gebruiken. En ik altijd haarvrij de deur uitga. Dus ik hoop dat je iets aan deze tip hebt, Esmee. En een knuffel voor Binky. Dan is het nu tijd voor de fashionstelling. En ik zei het al aan het begin van de aflevering, ook de stelling heeft alles te maken met het thema van deze aflevering, namelijk dierenprints. En hij luidt als volgt, dierenprints mogen niet ontbreken in je kledingkast. Ik vind het zelf persoonlijk een noop, omdat ik het erg ordinair vind staan. Echt, kleding met een dierenprint is niet zo mooi, maar een dierenwand zie ik, dat mag niet ontbreken. Als mijn moeder een dierenprint in haar kast zou hangen, waaronder een panterprint, zou ik het persoonlijk verbranden. Dus nee, geen dierenprintjes in je kast. Oké, heel duidelijk. Zometeen meer in deel 2 van de fashionstelling. Vergeet je mening niet via de poll ook te laten weten. En dan gaan we nu gauw door. Ja, ik heb een vraagje over hoe ik een... Volgens mij heb je hem ook ooit aangehad. Zo'n pantertrui, hoe jij die combineert. Ik besef me ineens dat ik 24/7 in het logo van I'm Denise een panterrok draag. Maar een trui heb ik eigenlijk niet. Ik heb wel een tweetal jassen met zo'n print. Dus ik zal je laten zien hoe ik die staal. Want die kun je namelijk heel makkelijk vervangen voor een trui met diezelfde print. Ik ga eigenlijk altijd voor een nettere basislook. En met netjes bedoel ik meer qua kleur, namelijk zwart. Je hebt ook echt wat meer zo'n nep bontjassen effect. En ik moet zeggen dat ik dat misschien nog wel leuker vind staan bij deze outfit. Dit is echt wat stoerder, vooral ook door het model dus. Kortom, er is nog best wat veel verschil tussen dit soort prints, dus heel veel succes. Het ligt eigenlijk aan met wat, want een broek vind ik echt afschuwelijk, maar een shirt vind ik op zich nog wel kunnen. Ik vind dat het zeker in je kledingkast moet, omdat het een saaie outfit toch wel iets leuker maakt. Ik vind zeker dat een dierenprint in je kledingkast niet mag ontbreken. Het is gewoon veel te leuk om niet te hebben. Naast de fashion dilemma's die ik binnenkreeg over kleding met dierenprints, kreeg ik ook echt 2 fashion dilemma's van meiden over hun huisdier binnen. Dit zijn ze. Ik heb een zwarte hond en die heeft een nieuwe halsband nodig, maar ik weet eigenlijk niet in welke kleur de halsband kan. Heb jij een idee? Komende dierendag heb ik een fotoshoot samen met mijn kitten. Dit is Nola. Weet jij misschien wat ik aan zou kunnen doen? En precies deze dilemma's kan ik heel goed combineren tijdens deze fashion break. Want ik had namelijk voor Toetsie deze halsband gekocht. Bij Flying Tiger met een bandana erop. Perfect voor jouw zwarte hond, want zwart is natuurlijk perfect. Alles staat erbij en het is altijd chic. Dat is maar 1 euro bij Flying Tiger. Maar dan de fotoshoot, want ook daar is het wel heel erg leuk als je er echt hetzelfde met je dier uitziet. En laat ik nou ook een rode bandana voor mensen hebben. Het lijkt me super om dit even aan te trekken en een soort fotoshoot met Toetsie te gaan doen. Toetsie! Blijft natuurlijk een kat, die komt niet als je hier roepen. Daar is ze. Toetsie is een beetje suf, maar ja, geeft niet.
Dat is soms juist beter als je kleding en halsbanden om gaat doen bij dieren. Tip van een kenner. Heel veel plezier bij je fotoshoot, maar dat moet goed komen met zo'n schattige kitten. En dan gaan we nu door naar het volgende fashion dilemma van een wel heel bijzondere kijker. Hallo Denise, ik ben Tootsie. Ik heb een fashion dilemma. Elke ochtend denk ik weer van, ik zie er altijd hetzelfde uit. Kun jij me helpen? Nou, heel schattig Tootsie. Dankjewel voor je dilemma. Allereerst, je ziet er natuurlijk hartstikke schattig uit met deze vacht. Ook al is die elke dag hetzelfde. Maar ik kan begrijpen dat je wel eens wat anders wil. En laat ik nou net naar de Vibra zijn geweest. En daar dit schattige roze vest gevonden hebben. Door deze kleur komt je mooie donkere vacht toch nog mooi uit. Maar als je dit roze wat te tuttig vindt, dan kan je ook naar de jongensafdeling. En dat is deze lekkere, stoere winterjas. En er zit nog een colletje aan ook. Helemaal high fashion. Dus. En als je dit nou allemaal niet lekker vindt zitten, dan kan je ook altijd nog een halsband omdoen. Nou, Tootsie, heel veel succes en we zien je wel op Snapchat, hè? Snapchat. Duimpje omhoog voor Tootsie's aandeel aan deze video. En natuurlijk voor al jullie fashion dilemma's. Dankjewel voor het insturen. Aanstaande vrijdag is er een extra video om 4 uur op mijn kanaal. Die heeft alles te maken met de kinderboekenweek. Misschien denk je nu, kinderboekenweek, wat moeten we daarmee? Maar het thema is dit jaar voor altijd jong en staat geheel in het teken van opa's en oma's. En ik dacht natuurlijk gelijk aan oma Miep. En dit kan ik niet voorbij laten gaan. Dus vrijdag een extra video om 4 uur. En natuurlijk dinsdag om 4 uur ben ik er ook gewoon weer. Dankjewel voor het kijken en tjalaas!